Okay, welkom allemaal. Welkom in de tweede soort van lockdown in Nederland. En dat betekent dat wij ook weer terug zijn. Dit keer hebben we geen interviews, maar we hebben een hele serie lezingen op poten gezet over Nederlandse geschiedenis. Met een radicale blik erop. Met 6 zeer interessante sprekers. Zullen de komende maanden elke week ongeveer een nieuwe lezing online zetten. En we beginnen vandaag, daar ben ik heel blij mee, met Alex de Jong. Met een lezing over Henk Sneevliet, antikoloniaal rebel in Azië en Europa. Misschien wel een van de meest invloedrijke Nederlandse socialisten in de internationale socialistische traditie. Denk als je in Amsterdam bent opgegroeid, dan ken je Henk Sneevliet vooral als een metrostation. En dan had je als kind geen flauw idee wie dat dan was. Maar daar gaan we vandaag veel meer over horen. Alex, de eerste welkom. Ik zal je zo nog even introduceren. Hoe gaat het? Hoe is het afgelopen half jaar voor jou geweest met verschillende lockdowns en gekke situaties? Gekke situaties is wel een goede beschrijving. Ik denk dat het dezelfde problemen zijn voor iedereen. Gewoon het hele sociale leven is ontregeld. Werk is onzeker geworden. Nou ja, dat zijn de zorgen waar een heleboel mensen natuurlijk mee zitten. Ja, want jij werkt als media director bij het International Institute for Research and Education in Amsterdam-Oost, IIRE. Internationaal scholingsinstituut voor linksactivisten, als het ware. Waar veel mensen binnen linkse beweging in Nederland vaak lang zijn geweest ook. Hoe is jouw werk daar veranderd? Of in principe schrijf je en lees je heel veel daar gewoon vanuit je eigen werkplek? Is dat nog een beetje hetzelfde? Je hebt vooral veel conferenties normaal, of niet? Ja, precies. En dat is natuurlijk helemaal stilgelegd. Een van de belangrijkste dingen die wij elk jaar organiseren zijn internationale scholingsbijeenkomsten voor activisten van over de hele wereld. Ja, dat is gewoon sinds het begin van het jaar onmogelijk geworden. Dus we zijn ook gedwongen om onze manier van werken nogal drastisch te veranderen en bijvoorbeeld veel meer online te doen. Ja, zo ook wij. Ik hoop wel dat het betekent dat je misschien nog meer tijd hebt om nog meer geweldige artikelen te schrijven. Want voor degenen die Alex niet kennen, en ik denk dat ik Alex nu zo'n 12 jaar ken. Volgens mij hebben we elkaar voor het eerst gezien toen ik je uitnodigde te spreken bij een demonstratie voor de Nederlandse Bank, volgens mij. Is het goed? Zo 2008 of zo zijn geweest. Ja. Omtrent Griekenland, dat is een goede crisis misschien. Voor wie Alex niet kent, Alex, lid van Grenzeloos, een radicaal socialistische organisatie. Kleine organisatie met mensen die al decennia actief zijn en denk zeker op intellectueel gebied een heel belangrijke rol hebben binnen Links-Nederland. Lid van de redacties van Grenzeloos.org en ook van Historical Materialism. En Alex, het is bijna niet op te noemen, publiceert zoveel. Als je op de site van Grenzeloos kijkt onder zijn auteurs naam vind je tot 2003 een lijst misschien met meer dan 100 of honderden artikelen over echt van alles en nog wat. Alex zei veel over de Filipijnen en Indonesië, over Maoïsme, afgelopen jaren veel over Rojava en de Koerdische strijd gepubliceerd. Maar hij heeft ook zeer goede analyses over de opkomst van extreem rechts in Nederland. En het laatste artikel wat ik van hem voorbij heb zien komen, als ik het niet verkeerd heb, is op Jacobin, waar hij ook vaak heeft gepubliceerd. Een boekrecensie van Stephen Kinzer's nieuwe boek over CIA mind control programma's, MK Ultra. Ook zeer aan te raden. En ook over het onderwerp van vandaag. Henk Sneevliet heeft hier op grenzeloos.org een artikel staan van een aantal jaar geleden, waar we ook naartoe zullen linken. Dus dat gezegd hebben we, Alex. Ja, zal ik me gewoon het woord geven? Ik ben heel benieuwd. En we kunnen zo aan het eind van je praatje wel verder praten. Alle vragen die je erover hebt. Ik ga mezelf uit beeld zetten. En aan jou de ruimte om ons over Henk Sneevliet te vertellen. Oké, dankjewel. Ja, ik wil vandaag eigenlijk twee dingen doen. Ten eerste is wat te vertellen over de levensloop van Henk Sneevliet. En ten tweede daarin vooral de nadruk leggen op Henk Sneevliet zijn ideeën
over kolonialisme en anticolonialisme en voor, hoe voor hem de strijd tegen kolonialisme verbonden was met de strijd voor socialisme. Maar eerst even over Henk Sneevliet, zijn leven in het algemeen. Zoals Jelle al zei, is Sneevliet waarschijnlijk een van de meest invloedrijke Nederlandse socialisten in de internationale socialistische beweging geweest. En hij was iemand die vanwege zijn politieke betrokkenheid ook een rol heeft gespeeld in buitengewoon belangrijke historische ontwikkelingen. Hij is iemand wiens leven nog eens een keer de basis zou kunnen zijn van een televisieserie of een film. De manier waarop Henk Sneevliet het voor elkaar kreeg om voortdurend daar te zijn waar het gebeurde. Hij groeide zelf op in een arm gezin, een proletarisch gezin. En hij ondervond dus ook aan den lijve wat klasseverschillen en wat armoede zijn. Hij had bijvoorbeeld graag verder gestudeerd, maar daar was gewoon geen geld voor. En al op jonge leeftijd werd hij dus actief binnen links. In 1902 sloot hij zich aan bij wat toen de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, de SDAP was, de voorloper van de huidige PvdA. En hij was nog maar 24 jaar oud toen hij het eerste socialistische gemeenteraadslid werd in Zwolle. Wat wel grappig was, is dat op het moment dat hij gemeenteraadslid werd, hij zelf nog niet mocht stemmen, omdat de leeftijdsgrens daarvoor toen nog op 25 jaar lag. Hij werd actief, vooral binnen de vakbondsbeweging, maar ook binnen de partij zelf. En al snel ontwikkelde hij zich als een van de voorvechters van een radicaal socialistische linkse oriëntatie binnen de SDAP. En hij kwam bekend te staan als een van de leden van de radicale linkervleugel van de SDAP. En begon zijn eigen politieke ideeën te ontwikkelen. Een van de belangrijkste invloeden op hem in die tijd was de Nederlandse socialist en dichteres Henriette Roland-Holst. Zij vervulde een soort mentorrol voor Henk Sneevliet. En Henk Sneevliet op zijn beurt verwees op liefkozende wijze naar Henriette Roland-Holst als Tante Jet. En net als Roland-Holst stond Sneevliet dus op links in de partij. En dit waren de jaren dat binnen de SDAP zich steeds meer tegenstellingen begonnen af te tekenen tussen deze linkervleugel en een meer gematigde, meer op het parlement gerichte vleugel. En deze conflicten begonnen steeds heftiger te worden, omdat die ook resultaten hadden voor bijvoorbeeld de partij zich verhield tot sociale strijd en tot de vakbondsbeweging. En in 1911 verliet Henk Sneevliet de SDAP in eerste instantie, omdat deze geweigerd had een staking van haven- en zeelieden in Amsterdam en Rotterdam te steunen. En de SDAP had geweigerd deze staking te steunen, omdat de vakbonden die deze actie hadden georganiseerd niet aangesloten waren bij de vakbondcentrale gelieerd aan Sociaal-Democratische Partij. En voor Henk Sneevliet was dit gewoon een onacceptabele inbreuk op de noodzakelijke arbeiderssolidariteit. En hij besloot dus de partij te verlaten. En hij kwam in die jaren eigenlijk nogal geïsoleerd te staan binnen de beweging in Nederland. Hij verloor zijn werk. En in 1913 vertrekt hij, op zoek naar een nieuwe toekomst, vertrekt hij naar Nederlands-Indië, wat toen nog Nederlands-Indië was. Later zou hij schrijven dat op het moment dat hij naar de kolonie vertrekt, hij eigenlijk zo goed als niets wist van de Indonesische
verhoudingen, maar dat zal al snel veranderen als hij eenmaal daar is. Omdat hij eenmaal in Indonesië aangekomen, zich net zo goed zoals hij in Nederland actief was binnen de vakbeweging en radicaal links, hij dat ook daar zal zijn. En hij vindt in eerste instantie een baan als secretaris van de handelsvereniging in Semarang, een belangrijke stad in Midden-Java. En Semarang in die tijd was een broeipunt van sociale bewegingen en van de opkomende vakbeweging. Dus wat dat betreft had Sneevliet geluk. Want dit was een periode dat er veel aan het veranderen was binnen de samenleving daar. Het wordt wel omschreven als een tijd in beweging. Dit was een periode van opkomende sociale bewegingen, maar ook bijvoorbeeld internationaal diepgaande veranderingen. In 1896 was in de Filipijnen de eerste anti-koloniale revolutie van Azië uitgebroken. In China deden zich anti-koloniale strijdbewegingen voor. En deze internationale ontwikkelingen hadden ook een impact op Indonesië. Hij vindt dus werk als secretaris van de handelsvereniging. Maar daarnaast begint hij zich ook weer bezig te houden met het organiseren van de vakbeweging. Ruth McVeigh, een historicus die een boek heeft geschreven, The Rise of Indonesian Communism, die geeft een mooie beschrijving van de rol van Sneevliet daar, want zij schrijft: Sneevliet deed tijdens zijn werkuren uitstekend werk voor het bevorderen van het kapitalisme en de handelsvereniging, maakte geen bezwaar tegen zijn activiteiten buiten werktijd ten behoeve van het socialisme. Het enige wat ze Sneevliet vroegen was om niet daadwerkelijk een revolutie te gaan organiseren. Maar dat was juist precies wat Sneevliet deed. Sneevliet werd actief in de Indonesische Spoorwegarbeidersvakbond en maakte zich sterk voor een oriëntatie van de vakbond op de meest onderdrukte en uitgebuite arbeiders. Als in 1917 de Russische revolutie begint, ontvangt hij dit nieuws ook met enthousiasme. En hij schrijft een artikel onder de titel Zegepraal, waarin hij de Russische revolutie omschrijft als de zaak van menselijkheid. Hij zag de revolutie in Rusland als een eerste stap naar het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog. Want, zo schreef Sneevliet, de oorlog vloekt tegen menselijkheid. Het staat voor ons vast dat de Russische revolutie het einde van de wereldslachting zal verhaasten. En vooral de afsluitende regels van dit artikel van Sneevliet alarmeerde rechts in de kolonie. Want daar schreef hij, hier, dus in Nederlands-Indië, leeft en duldt en leidt en draagt een miljoenenvolk al eeuwenlang. Volk van Java, de Russische revolutie, houdt ook lessen in voor u. Naar aanleiding van dit artikel werd Sneevliet aangeklaagd wegens haatzaaierij. En werd hem een proces aangedaan. Tijdens dat proces verdedigde hij zichzelf. En een van de belangrijkste thema's in zijn betoog was dat hij helemaal geen haatzaaierij bedreven had. Hij had slechts beschreven wat voor afgrijzelijke toestanden er zich voordeden in de Nederlandse kolonie. En als deze omstandigheden bij mensen haatgevoelens zouden opwekken, zo stelde Sneevliet, dan was het probleem dus deze omstandigheden en moesten deze dus veranderen. En als essentiële voorwaarde voor het veranderen van deze omstandigheden van racisme, van discriminatie, van uitbuiting, was voor Sneevliet het opbouwen van een sterke volksbeweging, een arbeidersbeweging. Sneevliet was zijn hele leven lang eigenlijk op de eerste plaats een organisator van dat soort bewegingen. In 1918
wordt hij dan toch uiteindelijk uitgezet. En tegen die tijd heeft hij zich al aangesloten bij de communistische beweging en de communistische internationale, het samenwerkingsverband van communistische partijen. De radicaal linkse vleugel van de SDAP had zich een aantal jaren eerder afgesplitst in een meer radicale partij, de SDP. En in Nederland was dit ondertussen ook de communistische partij geworden. Sneevliet wordt dus actief binnen de communistische internationale en hij zal daar een belangrijke rol spelen, omdat hij eigenlijk een van de weinige communisten is die zelf ervaring heeft met de strijd tegen het kolonialisme en die vanwege zijn activiteiten in Indonesië ook ervaring heeft met het praktisch opbouwen van een beweging tegen koloniale onderdrukking en overheersing. Dit is een foto uit 1920 in Petrograd. Die persoon die spreekt is Henk Sneevliet. En direct achter hem staat Trotsky, de beroemde Russische revolutionair, die hem vertaalde tijdens die toespraak. Waarschijnlijk sprak Sneevliet in het Duits en vertaalde Trotsky dat voor het plaatselijke publiek. Binnen de communistische internationale speelt in die jaren een heel debat over de rol van de anti-koloniale strijd en over het potentieel van anti-koloniale bewegingen om bij te dragen aan de strijd voor socialisme en ook om de weg te openen naar socialisme. Daar zijn verschillende opvattingen over, maar Sneevliet is naast Lenin en M.N. Roy, een communist uit India, een van de activisten die ervoor pleit dat de anti-koloniale strijd in Azië in de komende jaren een rol van wereldbelang zal spelen en dat deze strijd ook actief ondersteund zou moeten worden door de revolutionaire en linkse bewegingen in de koloniale moederlanden, in Europa dus. Hij zal onder andere naar China gaan om daar namens de communistische internationale mee te helpen bij het opbouwen van de revolutionaire beweging. Dit is een foto van de pas waarmee hij toegang kreeg tot gebieden die onder controle stonden van de revolutionaire nationalisten, de antikolonialen in China. Dit zijn aantekeningen van Sneevliet van de toespraak van een toen nog vrijwel onbekende Mao Zedong, die hij zag spreken in die jaren, dus in begintijd van het Chinese communisme. Uiteindelijk keert Sneevliet terug naar Nederland en hij wordt daar actief als voorzitter van het Nationaal Arbeidssecretariaat, het NAS. Het NAS was een kleine, maar zeer radicale en revolutionaire vakbeweging, die dus ook min of meer in concurrentie was met de sociaal-democratische vakbewegingen. NAS koos consequent voor een meer militante, meer revolutionaire koers. Omstreeks die periode begint zich ook het conflict af te spelen tussen Stalin en Trotsky over de koers van de communistische wereldbeweging en over de ontwikkeling in de Sovjet-Unie. Geleidelijk kiest Sneevliet in dit conflict de kant van Trotsky. Dus Sneevliet keert zich tegen de steeds meer repressiever wordende natuur van het Sovjet-regime. Hij keurt de onderdrukking in de Sovjet-Unie af. En hij zal zich uiteindelijk afsplitsen van de communistische partij. En hij wordt leider van een nieuwe partij, de Revolutionair Socialistische Partij, later genoemd de Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij. Dit is een foto van een verkiezingsaffiche. Het is een verwijzing naar
de muiterij op het marineschip De Zeven Provinciën, dat is dat schip dat daar staat afgebeeld. Daar was een muiterij uitgebroken van de Indonesische en Nederlandse bemanning, die uiteindelijk met grof geweld werd onderdrukt. En omdat Sneveliet zich zeer duidelijk en luidkeels aan de kant van de zogenaamde muiterij had geschaard, werd hij weer opgepakt. En hij voerde dus eigenlijk campagne vanuit de cel. Dit is een foto van de verkiezingscampagne 1933. Met de leus: kiest Sneveliet uit de cel. Sneveliet van de cel in de kamer. En uiteindelijk in 1933 wordt hij daadwerkelijk dus ook tot kamerlid gekozen namens de RSAP. Dit zijn natuurlijk de jaren van het opkomende fascisme. De RSAP is erg actief in de antifascistische beweging. Ook internationaal steunen ze bijvoorbeeld de strijd van Spaans links tegen de militaire opstand van Franco in Spanje. En daarnaast zijn ze natuurlijk ook betrokken bij het steunen van links in Duitsland en daarna in het onderdak bieden aan Duitse politieke vluchtelingen. Dus op het moment dat de nazi's Nederland binnenvallen, is dat voor Sneveliet en zijn kameraden geen verrassing. En ze hadden zich al voorbereid op het voortzetten van de strijd, maar dan in ondergrondse vorm. Een deel van de RSAP gaat ondergronds en organiseert wat ze het Marx-Lenin-Luxemburg-front noemen. En hier zie je een foto van Spartacus, orgaan van het Derde Front. Dat was een publicatie van dit Marx-Lenin-Luxemburg-front. En het Derde Front was hun naam voor het front van de arbeiders en de onderdrukten. Dit zou het Derde Front moeten zijn tussen enerzijds de westerse kapitalistische mogendheden en aan de andere kant de Stalinistische Sovjet-Unie. Probeerden zij een derde front op te bouwen. Helaas, vanwege verraad, wordt in 1942 de leiding van een Marx-Lenin-Luxemburg-front opgepakt en worden ze geëxecuteerd. Dus als je kijkt naar het leven van Sneveliet, dan was dat iemand die vooral als organisator en als politiek leider een centrale rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van links in Nederland. Hij was een van de leidende figuren van de radicale revolutionaire linkervleugel in wat toen nog de sociaaldemocratie was. En in latere jaren zal hij dus als leider van de RSAP een belangrijke vertegenwoordiger zijn van een anti-Stalinistisch revolutionair socialisme. En de RSAP was nooit een erg grote partij, maar het was wel een partij van enkele duizend leden en onder andere vanwege de banden van Sneveliet en zijn partij met het Nationaal Arbeidssecretariaat was het ook een partij met een daadwerkelijke worteling in een deel van de radicale arbeidersklasse in Nederland. En het was een partij die ook internationaal actief was. Die bijvoorbeeld tijdens de Spaanse burgeroorlog praktische hulp organiseert aan de Spaanse partij van Marxistische Eenheid, de PUM. Dezelfde partij waar George Orwell ook bij betrokken was in die jaren. Maar eigenlijk een van de dingen die Henk Sneveliet het meest kenmerken, is zijn inzet voor de strijd tegen kolonialisme. En daar wil ik nu nog even op terugkomen, want het is ook zijn rol daarin, die naast zijn rol in het antifascistische verzet in Nederland, hem echt een plaats hebben gegeven in de geschiedenis. Dit is een afbeelding van de voorkant van een populair historisch tijdschrift uit Indonesië. En de kop van het artikel is
Henk Sneevliet, de man die het communisme naar Indonesië bracht. En dat is geen kleine gebeurtenis geweest, omdat het communisme in Indonesië zich ontwikkelde tot een ware massabeweging. En de Communistische Partij van Indonesië, de PKI zoals die later zou heten, ook een belangrijke rol heeft gespeeld in de strijd tegen het Nederlandse kolonialisme. Sneevliet was zo belangrijk, en hij wordt hier omschreven als de man die het communisme naar Indonesië bracht, omdat hij het voortouw nam voor het organiseren van een politiek actieve socialistische organisatie in Indonesië. Er waren al socialisten in Indonesië, maar die hadden zich eigenlijk beperkt tot het inzamelen van geld voor de Nederlandse Sociaal-Democratische Partij, de SDAP. En Sneevliet, samen met een aantal andere van zijn kameraden, waaronder Assep Baars, neemt het voortouw tot het organiseren van die beweging in een groep die daadwerkelijk actief is in Indonesië zelf en die ook contacten legt met de plaatselijke arbeidersklasse en die dus ook actief begint met het verwerven van steun onder Indonesische arbeiders. Want voor Sneevliet zouden Europese socialisten actief de strijd tegen het kolonialisme moeten ondersteunen. En daarin nam hij een standpunt in dat niet door iedereen gedeeld werd. Binnen de SDAP was er een rechtervleugel die eigenlijk van mening was dat kolonialisme aan zich niet het probleem was. Dit was een stroming die pleitte voor wat zij zagen als het zogenaamde beschavende karakter van kolonialisme. En die van mening waren dat als socialisme eenmaal aan de macht waren gekomen in Europese koloniale mogendheden, zij het kolonialisme voort zouden moeten zetten, maar dan op een zogenaamde beschavende manier. Dat was natuurlijk een mening die door meer radicale socialisten niet gedeeld werd. De radicale socialisten waren altijd voorstander van onafhankelijkheid voor de koloniën. Maar zelfs veel van deze radicalen zagen niet het belang van de antikoloniale strijd in de koloniën zelf. Veel van deze radicalen hadden nog steeds het idee dat eerst in Europa socialistische regeringen aan de macht zouden moeten komen. En dat deze socialistische regeringen dan de koloniën, zeg maar, naar de onafhankelijkheid toe zouden moeten begeleiden. Dus dit was nog steeds een zeer paternalistische opvatting van onafhankelijkheid en ook een heel eurocentrische opvatting, omdat deze mensen dus eigenlijk ook helemaal niet wisten wat er zich aan het afspelen was in de kolonie. Ja, dat, terwijl Sneevliet eigenlijk uit eerste hand had dus ervaring opgedaan met het opkomen van een massale antikoloniale beweging in Indonesië. In de jaren dat hij daar was, waren de jaren van de opkomst van bijvoorbeeld Sarekat Islam, een belangrijke voorloper van de nationalistische antikoloniale beweging in Indonesië. En Sneevliet zag dus het potentieel van dit soort strijdbewegingen in de kolonie. Daarnaast zag Sneevliet ook het verband tussen de strijd tegen kolonialisme daar en de strijd voor socialisme in Europa. Een van zijn standpunten die hij inbracht in de communistische internationale was dat de antikoloniale strijd de strijd voor het socialisme in Europa zou kunnen versterken en stimuleren. Simpel. Hij was ook in dat opzicht een echte internationalist. Hij was ook iemand die niet enige illusies had over het karakter van het kapitalisme in de kolonie. In deze periode waren er ook binnen links nog vrij veel mensen die het idee hadden dat, hoe onderdrukkend kolonialisme dan ook was,
het op een bepaalde manier ook de moderniserende, tussen aanhalingstekens, progressieve functie had, omdat kolonialisme, Europees kolonialisme, de kolonie zou ontwikkelen, tussen aanhalingstekens. Sneevliet erkende echter dat het enige effect van het Europese kapitalisme in de kolonie was dat de uitbuiting daar nog verder uitgebreid werd. Dus hij zag niks progressiefs aan dit kolonialisme. Hij zag als de kracht in de geschiedenis die bevrijding en emancipatie mogelijk maakte, was niet een impersoonlijk kapitalisme of de eurocentrische opvatting van socialisme, maar dat was altijd de strijd van onderop van de mensen die in verzet komen zelf tegen hun onderdrukking en hun uitbuiting. En ik wil afsluiten met een citaat uit de verdedigingsrede van Sneevliet, waarin hij in 1918 uitlegt wat hem als socialist in Nederlands-Indië motiveerde om zich te verzetten tegen zowel kapitalisme als kolonialisme. Hij zegt dat zijn standpunt hem het volgende voorschrijft. Verzet allereerst tegen zogenaamde openlegging van nieuwe gebieden voor kapitalisme. Tegen uitbreiding van de kapitalistische ellende over nieuwe slachtoffers. Laat de zogenaamd onbeschaafde stammen maar. Onze, tussen aanhalingstekens, koloniale beschaving behoeft niet over hen opgelegd te worden. De winst die het kolonialisme uit de kolonie trekt en de arbeidersrevolutie in het zal pas verhinderd kunnen worden door de strijd van onderop. De arbeidersrevolutie in het Westen kan slechts baat hebben van de strijd tegen deze winst in de kolonie. Deze strijd is het enige middel die de opheffing uit de ellende brengen kan. Dankjewel, Alex. Heel erg interessant. Ik heb met name het laatste deel, anti-koloniale ideeën, heel relevant is voor vandaag. Internationalisme, wat toen zeker niet vanzelfsprekend was. Misschien kunnen we daar zo nog over doorpraten, maar misschien als eerste, hoe wordt Henk Sneevliet vandaag de dag herdacht? Ik weet, er is nog elk jaar een Henk Sneevliet herdenking. Wie komen er opdagen? Hoe wordt hij herdacht binnen bijvoorbeeld de PvdA? Is hij daar een figuur die wordt genegeerd of zo wordt afgeslankt, gederadicaliseerd in hoe die wordt omschreven? Een interessante historische figuur die we verder niet al te serieus nemen qua ideeën. Ja, je hebt inderdaad nog steeds elk jaar de herdenking van Henk Sneevliet en zijn kameraden op Westerveld. En mensen die daarin geïnteresseerd zijn, moeten maar even kijken op de website Sneevliet Herdenking. Dan kun je daar ook meer informatie vinden over het leven van Sneevliet. En dat is echt een herdenking die eigenlijk georganiseerd wordt door een groepje mensen uit radicaal links. En de mensen die daar komen zijn ook mensen uit radicaal links. En een aantal mensen die misschien vanwege hun familiebanden hebben met de mensen die toen door de nazi's geëxecuteerd zijn. Binnen de PvdA is er denk ik niemand die aan Henk Sneevliet herinnerd wil worden. De PvdA is natuurlijk een partij die zich eigenlijk tot op het bittere einde verzet heeft tegen onafhankelijkheid voor Indonesië. En dit was ook de partij waarin de voorlopers daarvan, dus de SDAP en de rechtervleugel van de SDAP, die opvattingen over zogenaamd socialistisch kolonialisme vrij sterk aanwezig waren. Het heeft eigenlijk tot de jaren 30 geduurd voordat de SDAP überhaupt een standpunt innam over kolonialisme. En toen namen ze het standpunt in dat de koloniën zo snel mogelijk onafhankelijk moesten worden. En het addertje onder het gras is natuurlijk de formulering zo snel mogelijk. Want voor ze namen wanneer is het mogelijk, volgens hun analyse? Precies, dus een van hun voorwaarden die
onafhankelijkheid mogelijk zouden moeten maken, was alfabetisering in de koloniën. Nou, als je weet dat in 1945 nog maar 1 op de 20 Indonesiërs kon lezen en schrijven, dankzij die beschavende invloed van het Nederlandse kolonialisme, kun je nagaan hoe lang dat zogenaamde beschavingswerk nog had moeten voortgaan voordat ze tot conclusie waren gekomen dat het einde tijd was voor onafhankelijkheid. Maar wat betreft de manier waarop Sneeuwvliet nog herdacht wordt, ja, jij refereerde er al een beetje aan in het begin. Hij wordt hier en daar nog wel herinnerd, vooral als antifascistische verzetstrijder, omdat hij natuurlijk samen met een aantal van zijn kameraden geëxecuteerd is door de nazi's. Wordt hij op die manier nog wel herinnerd, maar zijn hele zijn socialistische overtuigingen en zijn radicale opvattingen over kolonialisme en ook over revolutionair socialisme in Nederland en in Europa, die verdwijnen eigenlijk uit het zicht op die manier. Denk je dat dat ook de reden is dat hij hier in Amsterdam een straat naar zich vernoemd heeft gekregen en een metrostation? Als hij niet door de nazi's gefuseerd was in 1942, dat hij misschien nog wel meer in de vergetelheid was geraakt? Ja, dat denk ik wel. Ik denk als hij niet door de nazi's gedood zou worden, gedood was, dat hij nog veel meer doodgezwegen zou worden. Ook omdat hij eigenlijk altijd in de oppositie zat, niet alleen wat betreft als radicaal en als revolutionair in Nederland. Maar hij was ook een anti-Stalinistische revolutionair, een anti-Stalinistische communist. Dus de communistische partij Nederland moest ook helemaal niks van hem hebben. De communisten in de jaren 30 hebben Sneeuwvliet zelfs uitgemaakt als voor fascist en voor agent van Nazi-Duitsland. Persoonlijke vrienden van Sneeuwvliet in de Sovjet-Unie, maar ook in Spanje, werden gemarteld en vermoord door de Stalinisten. En vervolgens dus, brak hij ook nog een keer met Trotsky, of Trotsky met hem. Dus was hij daar ook nog eens verder in geïnstalleerd? Ja, in eerste instantie sympathiseert Sneeuwvliet met Trotsky. Dan doen zich er een aantal politieke meningsverschillen voor tussen Sneeuwvliet en Trotsky. En het waren allebei niet de makkelijkste mensen, om maar een eufemisme te gebruiken. Maar die conflicten die werden nog erger, ook weer door de rol van Stalinistische agenten in Europa, die eigenlijk valse informatie over Sneeuwvliet stuurden naar Trotsky. Maar er speelden ook daadwerkelijke meningsverschillen tussen Trotsky en Sneeuwvliet over bijvoorbeeld de rol van het Nationaal Arbeidssecretariaat. Trotsky vond dat socialisten zich niet, zeg maar, moesten opsluiten of isoleren in zo'n radicale, maar vrij kleine vakbeweging, maar zich juist moesten aansluiten bij de mainstream-beweging, die grote vakbeweging, en daar actief moesten zijn. Maar dan hebben we het vooral over hoe die herdacht wordt, of herdacht wordt op dit moment in Nederland. Maar volgens mij wordt die in China, in Indonesië, een veel prominente rol toegedicht in hun geschiedschrijving van antikoloniale strijd en communisme. In China wordt hij inderdaad nog herdacht. Hij was dus als vertegenwoordiger van de Communistische Internationale, van de Comintern, aanwezig bij de eerste en waarschijnlijk misschien in ieder geval bij de tweede vergadering waarin de Chinese Communistische Partij werd opgericht. Hij was daaronder zijn schuilnaam Maring aanwezig. En in bijvoorbeeld de officiële Chinese geschiedschrijving van de geschiedenis van de communistische partij wordt deze Maring nog inderdaad herdacht en genoemd. Maar zijn latere oppositie tegen Stalinisme, zijn sympathie voor Trotsky, dus al die dingen die, zeg maar, niet in de politieke lijn van de Chinese communistische partij passen, die worden eigenlijk totaal genegeerd. Alleen dat kleine stukje van zijn leven waarin hij dus in China was, wordt in herinnering gebracht. Ja. En in Indonesië? Ja, in Indonesië. Ik liet die voorpagina van dat tijdschrift zien. Ja.
Onder mensen die zich bezighouden met de geschiedenis van links in Indonesië is Nevelied wel een bekende naam. Onder andere ook vanwege de boeken van de schrijver Pramutya Anantatur. Die heeft een beroemd viertal boeken geschreven, het zogenaamde Boeroe-kwartet. En dat gaat over deze begintijd van de nationale en antikoloniale beweging in Indonesië. En daarin komt Snevelied ook af en toe voor. Vooral met name en toename in het laatste deel komt hij voor als een radicale Nederlandse anticolonialist. Maar sinds de militaire coup in 1965 in Indonesië is Indonesisch links kapot gemaakt, weggevaagd. Uitgemoord. Uitgemoord. Meer dan 500.000 mensen zijn toen vermoord door het Indonesische leger. En is er ook een sterk taboe komen te rusten op communisme en andere linkse, maar vooral marxistische ideeën in Indonesië. Dus dat taboe dat is nog steeds gedeeltelijk van kracht. En dat is natuurlijk ook iets dat gevolgen heeft voor de manier waarop Snevelied herinnerd wordt. Ja, interessant. Hoe verhield hij zich? Je hebt een beetje besproken, maar tot andere radicale stromingen binnen Nederland. Of andere bekende denkers, bijvoorbeeld iemand als Anton Pannekoek. Had hij daar contact mee of waren dat echt andere stromingen? Want je noemt ook van mijn artikel, dus hij was actief bij de NAS, maar tegelijkertijd gedroeg hij zich ook wel als een autoritair leider. Is dat niet heel ongebruikelijk was in die tijd, maar waarbij hij beslissingen neemt voor de jeugdbeweging, terwijl hij al een 50 of 60-jarige man is. En op die manier over mensen heen loopt, wat ook tot conflicten leidt, mensen die daardoor uit zijn beweging stappen. Maar tegelijkertijd zet hij zich heel erg af tegen het autoritair communisme van een Stalin. En hoe verhoudt hij zich tot andere radicale tradities binnen Nederland? Ja, kijk, ik denk de leiderschapsstijl van Snevelied was inderdaad die van een eigenlijk nogal patriarchale leider. Hij was echt de leider. En dat was ook een van de redenen waarom het moeilijk was om politiek met hem oneens te zijn, omdat hij een politiek meningsverschil al snel zag als een persoonlijke aanval en als persoonlijk verraad. En dat maakte het dus inderdaad niet makkelijker om samen te werken met andere stromingen. Kijk, mensen als Anton Pannekoek, die hadden eigenlijk vergelijkbare wortels in de socialistische beweging als Snevelied. Pannekoek was ook begonnen als lid van de SDAP en toen meegegaan met de linkse afsplitsing daarvan. Dus hij was ook iemand die veel gemeen had voor een periode met Snevelied. Het grote verschil tussen hem en Snevelied is eigenlijk dat Pannekoek tot de conclusie komt dat de wortels van het Stalinisme al in het Leninisme liggen en het idee van een revolutionaire partij zoals dat door Lenin en anderen was ontwikkeld en in de praktijk gebracht. Terwijl Snevelied juist tot de conclusie was gekomen dat dit essentieel was. Dat bijvoorbeeld een radicale vakbondsbeweging als het NAS een politieke vertaling moest hebben in de vorm van een partij. Dus in de vorm van de Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij. Binnen die beweging, binnen het NAS, zijn ook wel andere stromingen aanwezig, hè, van revolutionaire syndicalisten, van communisten. Maar eigenlijk zo tegen het einde van de jaren 30 is de Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij een beweging geworden die steeds geïsoleerder is komen te staan. Ook omdat het NAS ook steeds geïsoleerder kwam te staan en steeds verder afkalfde. En ik denk dat je ook oog moet hebben voor de persoonlijke factor in dit alles. Kijk, de
de partij van Snevelied was zeer vijandig tegenover sociaaldemocratie en tegenover het officiële communisme, het Stalinistische communisme, zeg maar. Maar dat kwam gedeeltelijk ook voort uit hun persoonlijke ervaringen met het verraad van de sociaaldemocratie of bijvoorbeeld de manier waarop in Nederland communisten het bewind van Stalin goed praten, terwijl Snevelied dus een heel aantal van die mensen die door Stalin zijn omgebracht persoonlijk had gekend. Is het ook een van de redenen dat Snevelied en zijn kameraden meteen bij het begin van de oorlog al een ondergronds verzet oprichten, het Marx-Lenin-Luxemburg-front, waarbij communisten die nog wel de lijn vanuit Rusland volgden, in eerste instantie daarmee wachten. Ja, kijk, toen er nog een pact was tussen Sovjet-Rusland en Nazi-Duitsland. Precies. Ja, de communisten volgen inderdaad de lijn van Moskou, zeg maar. Dus die in eerste instantie staan zij nog onder de invloed van het Hitler- en Stalin-pact. En als de nazi's eenmaal daadwerkelijk Nederland zijn binnengevallen, beperken de communisten zich ook tot economische eisen. Dus vanwege dat pact stellen ze geen algemene politieke eisen. In eerste instantie proberen ze zelfs nog legaal door te gaan met hun activiteiten onder de nazi-bezetting, maar worden dan ook ondergronds gedreven. En de partij en de beweging van Snevelied had eigenlijk al gezien wat het fascisme betekent. Ze hadden natuurlijk contacten in Duitsland, ze hadden contacten in Spanje. Dus ze hadden geen enkele illusie over fascisme. Ze hadden ook een analyse van de wereldtoestand die eigenlijk door de ontwikkelingen wel bewezen zou worden. Namelijk, ze voorspelden dat dit een wereldoorlog zou worden die 4 of 5 jaar zou gaan duren. Dus op het moment dat de nazi's Nederland binnenvallen, bestaan er binnen de RSAP al plannen voor het oprichten van zo'n ondergrondse beweging. En wat eigenlijk ook wel typisch is voor Snevelied, is dat op het moment dat de nazi's Nederland binnenvallen, bevindt Snevelied zich in België. En zijn partij had een besluit genomen dat in het geval van een Duitse inval Snevelied het land zou moeten verlaten, omdat hij was natuurlijk een bekend figuur. Dus en ze wisten dat hij meteen gezocht zou worden. Ja. En wat dan typisch is voor Snevelied, denk ik, is dat hij zo'n besluit van de partij gewoon naast zich neerlegt en teruggaat naar Nederland, om zich dus eigenlijk aan het hoofd te stellen of een van de leiders te zijn van dat ondergrondse front. Dus hij had ook een enorm gevoel voor verantwoordelijkheid en persoonlijke moed. Dat moet ook al gezegd worden. Ja, ja, absoluut. En neem ik aan als hij vanaf het begin van de oorlog al ondergronds ging, omdat hij niet meer betrokken was bij de februari-staking. Daar zou hij dan niet bij aanwezig geweest zijn of bij mee hebben geholpen dan? Nee, maar het Marx-Lenin-Luxemburg-front heeft wel op hun manier een rol daarin gespeeld. Een van de dingen die ook wel bijzonder was aan het front, was dat zij probeerden om de strijd tegen fascisme en de nazi-bezetting om te vormen tot een strijd voor het socialisme. En zich dus bijvoorbeeld ook probeerden te wenden tot Duitse arbeiders en ook tot gewone Duitse soldaten. En in de aanloop naar de februari-staking verspreidt het front op verschillende plekken ook propaganda in vorm van graffiti en affiches, et cetera. Met als strekking dat in antwoord op de Jodenvervolging de Nederlandse arbeidersklasse in staking moet gaan. Dus uit solidariteit met de Joodse bevolking moeten arbeiders hun belangrijkste strijdmiddel, de staking, gebruiken. En op het moment dat die februari-staking uitbreekt, is dit op het initiatief van leden van de communistische partij. En is dit eigenlijk voor Snevelied en zijn kameraden in het front
een bewijs dat zo'n derde front van arbeiders mogelijk is. Dus een derde front of een derde kamp van nog het kapitalistische Westen, nog het Stalinistische communisme, Sovjet-Unie. Ja, interessant. Eén vraag waar ik nog misschien nog verder op in kunnen gaan, wat betreft antikoloniale gedachtegoed. In die periode dat is in China geweest, Indonesië geweest, Rusland. Heel veel dingen gedaan daar. Maar komt weer terug naar Nederland en is dan nog enkele decennia actief, vooral vanuit Nederland, als ik het goed heb. En zijn antikoloniale strijd, of in ieder geval ideeën, zijn dan een vast onderdeel van zijn gedachtegoed. Wat erg belangrijk is, denk ik, dat daar een stem is die dat op die manier vertolkt. Maar heeft hij op dat moment nog actief contact met Indonesische arbeidersbewegingen, de communistische partij? En vindt er enige coördinatie van actie plaats? Gaat dat zover? Of is het meer dat hij vanuit Nederland gewoon een antikoloniaal gedachtegoed verspreidt en zegt hoe het anders moet in de koloniën? Nee, er bestaan ook meer concrete banden. Kijk, die beweging waar Sneeuwvliet in zijn periode in wat toen nog Nederlands-Indië was, zo'n belangrijke rol in speelde, wordt begin jaren 20 de communistische partij. En deze partij groeit al snel. Maar in 1926, 1927 rolde Nederlandse koloniale bewind de Communistische Partij van Indonesië, de PKI, eigenlijk op. Er is een opstand uitgebroken waarin leden van de PKI een belangrijke rol spelen. Die opstand wordt onderdrukt. En de Nederlandse koloniale nemen een groot aantal leiders van de PKI gevangen en verbannen een aantal van deze leiders naar een gevangeneneiland. Boven Tigo heette dat. En in Nederland is Sneeuwvliet wel actief in de solidariteit met dit soort gevangen leiders. Hij is ook in contact met Indonesische antikoloniale activisten die in Nederland gevestigd zijn. Je had bijvoorbeeld Indonesische studenten die dus in Nederland studeerden en die vanuit Nederland actief werden in de strijd tegen kolonialisme. En Sneeuwvliet had contact ook met die mensen. En bijvoorbeeld in bladen waarbij Sneeuwvliet betrokken was, publiceerden dat soort mensen ook hun artikelen. Dus bijvoorbeeld Mohammed Hatta, die later de vice premier-president van Indonesië wordt en een van de mensen die de Indonesische onafhankelijkheidsverklaring ondertekent, publiceert ook artikelen in tijdschriften waar Sneeuwvliet bij betrokken was. Dus het was zowel politieke steun en solidariteit en praktische solidariteit voor politieke gevangenen in de kolonie. Oké. Heel erg interessant. Heel erg bedankt. Ik denk dat het iemand is die belangrijk is om te herdenken en zijn gedachtegoed te blijven bekijken. En of je nou communist, socialist, anarchist bent, kunt erkennen als een belangrijk iemand in onze socialistische geschiedenis. Dus super interessant. Heel erg bedankt. Graag gedaan. En misschien tot de volgende keer. En voor alle kijkers, we hebben dus de komende weken nog een aantal lezingen. Dus kijk volgende week weer op dit kanaal. En je ziet de volgende lezing. Enorm interessante sprekers bij. Tot ziens.